Hoewel het festival Music Meeting op Park Bakkerstein pas voor zaterdag op de planning staat, stonden vrijdag alle foodtrucks en partytenten al klaar. Het park dient vrijdag namelijk als decor voor het personeelsfeest van welzijnsorganisatie Plurijn. Plurijn uit het park is het eerste personeelsfeest in het bestaan van Plurijn voor alle medewerkers van Plurijn. En dat houden we in de vorm van een festival vandaag op het terrein van Music Meeting in Park Bakkerstein in Nijmegen. Ja, het is echt een festival. Dat betekent dat er 3 podia geprogrammeerd zijn met muziek. En het leuke is dat al die podia gevuld zijn met eigen medewerkers die eigen bandjes hebben. Dus we hebben een compleet eigen programmering hier neergezet. En daarnaast hebben we een markt. En ook op die markt staan weer 15 eigen medewerkers met producten of met de goede doelen waar zij voor werken. En die ze presenteren hier in het park. Ja, dat was eigenlijk een idee wat geleidelijk aan ontstond. Dat was een idee waarin we heel graag aan de slag wouden met een personeelsfeest voor iedereen. En een culturele setting, dat was wel het uitgangspunt wat we graag wilden. En dan ga je kijken van nou, wat is nou heel goed passend en wat past ook een beetje qua kosten. Want je moet natuurlijk wel de kosten in de klauw houden. En dan is het mooi om een bestaande setting te gebruiken, zoals die van Music Meeting. Dus zo zijn we hierop gekomen. Ja, en dit park is natuurlijk prachtig om het te doen. En het weer maakt het vandaag helemaal mooi. Alle medewerkers zijn uitgenodigd, die komen uiteraard niet allemaal. Maar het zijn allemaal medewerkers met gezinsleden en met kinderen die mogen komen. Nou, er zijn natuurlijk heel veel mensen die op vrijdagmiddag en vrijdagavond vrij zijn. En die mensen die moeten werken, daar hebben we een alternatief voor aangeboden. Die kunnen zondag of maandag naar Music Meeting komen met hun gezin. Dus die hebben dan een alternatief programma in hetzelfde park, alleen dan niet in het Plurijn Park.